Hey, tof dat je luistert naar onze Preek Only. We geloven dat je hier niet zomaar bent, maar dat deze boodschap speciaal voor jou is en je zal inspireren en bemoedigen om een overwinnend leven te leiden. Connect met ons op de socials, Instagram, Facebook en YouTube. En wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mail naar info@lsm.nl. We gaan door naar het woord. You're blessed and enjoy. Ik kijk naar mijn leven en dan denk ik, Heer, wat bent u een helper toch? Ik zou niet weten wat ik zou moeten doen zonder deze Heer. Soms vraag ik mij af hoe ik al die jaren zonder hem geleefd heb. Ja, het waren 19 jaar, maar 19 jaar te veel. 19, 20 jaar. Hoe heb ik zonder hem geleefd? Ja. De Heer is alles voor mij. Ja, hij is alles voor mij. Als je hem hebt leren kennen, heb je het leven gevonden. Die psalmist zegt het ook. Al mijn bronnen zijn in u, zegt de psalmist. All my resources are in you. Al mijn bronnen zijn in u. Hij is de source. Hij is de bron van alle bronnen. De source of all resources. Nou, nu we toch zeggen dat hij een groot en een almachtig God is. Hij heeft een route gegeven om de wensen van je hart te ontvangen. Staat in de Bijbel. En hoeveel weten dat God over zijn woord waakt? God wil jou de wensen van je hart geven. Ik hoor iemand zeggen, nou, dat is niet gek. Hij wil je de wensen van je hart geven als je zijn route volgt. Ja. En hij heeft geen restrictie daarop gezet. Hè? Als God geen restrictie op iets zet, moet je geen restrictie erop zetten. Als God zegt alles is mogelijk, moet jij zeggen alles is mogelijk. Of je het begrijpt of niet. Jij moet geen beperkingen leggen waar God geen beperkingen legt. Als God zegt alles is mogelijk, dan is alles mogelijk. Door God te beperken kan je dingen missen. En er zijn mensen die God beperkt hebben. Ja, het Hebreeuwse volk in de woestijn heeft hem beperkt. En hij zegt het ook, ze hebben mij beperkt. Je moet uitkijken dat je God niet beperkt. Ik heb God op een lelijke wijze eigenlijk beperkt voor een poos. Mijn partner kwam niet zo gelijk. En eigenlijk dacht ik, ja joh, ik ben al zo oud en, of zo jong. En, waarom lach je, broer? ik ben al zo jong en ja, misschien wil de Heer mij alleen laten. En ik luister naar een man van God die staat te spreken. Hij zegt, jij moet geen lasten op je nemen als God het niet op je legt. En ik wist dat God tot me sprak. Want ik had net die dag daarvoor gezegd, als u me alleen laat, ook goed. Ik wist niet eens wat ik zei hoor. Want ik zei, als u me alleen laat, ook goed. En die man van God zegt, als God geen last op je legt, moet je het niet op jezelf leggen. En ik wist, ik moet God niet beperken. Dus ik heb mijn mindset omgegooid, vergeving gevraagd. En gezegd, Heer, ik geloof dat mijn partner toch komt. Want soms in het gevecht kan er een plek komen dat je denkt, laat maar gaan. Hoeveel weten dat? Als je met dingen bezig bent en het lukt niet altijd, je kan wel denken, laat maar gaan. Maar bij God moet je nooit zeggen, laat maar gaan. Je kunt beter zeggen, Heer, ik vertrouw u hoe dan ook. En als God zegt, alles is mogelijk, dan is alles mogelijk. Maar alles is mogelijk voor wie? Gelooft. Dus alles is mogelijk voor jou en voor mij, als we God leren geloven. Alles is mogelijk is niet zomaar dat jij en ik zeggen alles is mogelijk, nee. Het is voor mensen die geloven. Het is voor mensen die met God wandelen. Daarom vloog Filippus door de lucht. Weet je dat de man door de lucht gevlogen heeft zonder KLM en zonder TUI en Corendon en al die dingen? Er is een man in de Bijbel die gewoon door de lucht is gevlogen. Zijn naam is Filippus. Of je zegt, die Bijbel is een,
een gek boek of je zegt God is zo'n groot God. En ik zeg God is zo'n groot God. Filippus is door de lucht gevlogen. De geest nam hem weg. En ik geloof in de eindtijd waarin we leven gaan die dingen weer gebeuren. Ja. Dat je in één keer staat op een moeilijke plek te preken, je wint zielen voor de Heer en daarna ben je weg. Hij heeft die dingen gedaan, toch? Is het te sterk? Is toch gebeurd? Daniel heeft op een leeuw geslapen. Ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken, man. Een leeuw zien is al heel wat. Laat staan gaan slapen. Jong, wat voor een geloof hebben deze mannen gehad, hè? Maar hoe groot is God? Darius gooit... ik denk dat Darius is. Hij gooit Daniel in die leeuwenkuil, want die mensen hadden een valstrik voor hem opgezet. En volgens de wet van Mede en Perzen moest hij hem in die put gooien. Van verscheurende leeuwen. Biemer, heb je een plaatje van een leeuw voor mij? Ik heb thuis in mijn studeerkamer een hele grote leeuw. Ik heb hem ook hier beneden. Ik heb het van vrienden gehad. Het is de mooiste leeuw die ik ken. Op een schilderij, hoor. Op een schilderij. Hij staat daar met zijn majestueus lijf. Hij keek mij niet aan. Hij keek die kant op. En dan denk ik, God noem mij een leeuw, zeg. Goh, wat bijzonder. En Jezus is de leeuw van Juda. Een leeuw is indrukwekkend, hoor. In Blijdorp is hij al indrukwekkend. Achter grendels is hij indrukwekkend. Maar Daniel werd neergelaten in de leeuwenkuil, in de kuil van de leeuwen. Ik vraag me waar door die man is heen gegaan. Maar het was een toegewijde man, heeft zijn leven aan God overgegeven. En die leeuwen doen hem niks. En kennelijk heeft hij geslapen ook. Ik weet niet of ik een oog had dichtgedaan die nacht, zeg. Ik had muisstil gelegen. Bijna niet eens ademhalen. Je bent bij leeuwen. En de volgende dag vraagt de koning aan Daniel, gij, een man van God, heeft je God die je zo volhardend dient beschermd? Ik had niet geantwoord. Ik denk, die leeuwen die worden geïrriteerd. En hij antwoordt en hij praat met de koning. Ik praat over die Jezus die jij dient en die ik dien. Een ongelovige denkt, deze mensen geloven alles. Dat komt omdat ze niet wederom geboren zijn. Maar als je wederom geboren bent, weet je dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Wat we zondag hoort, hebben is geen kleine preek hoor. Kijk van boven. En God wil jou en mij de wensen van ons hart geven. Nou, ik weet niet hoe moeilijk je denkt dat jouw wensen zijn, maar als je met God wandelt, is hij bij machten aan je te geven. Punt is alleen, volg je zijn route. Nou, ik zei laten zien dat God dit wil. En God waakt over, als God zegt, ik wil je de wensen van je hart geven, en jij doet wat hij zegt, moet je de wensen van je hart krijgen. Anders waakt hij niet over zijn woord. Ik waak over mijn woord. André Rebert heeft, ik weet niet hoe lang, gevraagd. Kom Edgar, kom help ons. Ik heb iedere keer een excuus gehad. En nadat het virus toch vertrokken was, hij zegt, oké, er is geen mondkapje meer. Hij heeft me echt, ik heb die app laten zien. Hij denkt, kom en help ons. En ik heb ja gezegd. En daarom ga ik erin. Ik hou maar mijn woord. Want als ik hem ja zeg en ik ga niet om hem te helpen, zegt hij, je bent niet betrouwbaar. Ik hou maar mijn woord. We hebben zondag gezegd, koffie is gratis in dit huis. Vanaf afgelopen zondag. Heeft iemand je laten betalen? Nee toch? Ja, boven moet je betalen, maar beneden is gratis.
Omdat we ons aan ons woord houden. Waarom denk je dat God zich niet aan zijn woord houdt? Soms duurt het misschien even, maar ik heb momenten in mijn leven gehad dat ik dacht, dit heb ik God gevraagd zoveel jaar geleden, kijk, het gebeurt. God is betrouwbaar hoor. Hij is hartstikke betrouwbaar. Er zijn dingen die ik gevraagd heb, die ik misschien niet gelijk gehad heb, maar dat met de loop van de tijd die dingen reëel zijn geworden in mijn leven, dat ik dacht, dit heb ik gevraagd man. Dit heb ik gevraagd. Onze God is reëel. Ik heb hem gezegd, als ik arts was geworden, had ik een huis gekocht voor mijn gezin. En dat we gewoon rustig kunnen leven met een erf, zei ik. Mevrouw zei, in Holland heb je geen erven, maar tuin. Ik zeg, dan een grote tuin. En God heeft het ons gegeven. En mijn vrouw zegt op zekere dag tegen mij. Ze zegt, heb je door dat je hetzelfde huis hebt als de arts die naast je woont? Hoe humoristisch kan God zijn, hè? Hoeveel hier wonen naast een arts? Hoeveel hier wonen naast een arts? Jij? Gelukkig. Nog meer mensen? Nee, toch? Eentje hier. Nee, bent u... Vanavond had je niet in de dienst moeten zijn. Nee, ik plaag je, ik plaag je. Ik plaag je, dat is een geintje. Maar het is niet alledaags dat... Het is bijzonder dat je nou net naast een arts woont. Die arts is niet bijzonder, maar dat je naast hem woont, het is toch uniek. En ik woon precies naast een arts. We zijn nog vrienden ook. En zijn huis is exact hetzelfde als mijn huis. En ik had het nog niet door ook. En mijn vrouw zegt op zekere dag tegen mij, heb je door dat je hetzelfde huis hebt als hem? Dat is wat ik God gezegd heb, hoeveel jaar geleden in het Westland. En toen wist ik niet hoe het moest gebeuren. Jij moet durven God dingen te vragen. Ook als je niet weet hoe hij het gaat doen. Toen ik het vroeg, was het loco. Weet je wat loco betekent? Gek. Gila. Weet je wat gila betekent? Gek. Vraag aan Indische mensen. Gila. Toen ik het aan God vroeg, was het loco. Gek. Lauw. Crazy. Hij heeft dit gedaan. Als jij met God leert wandelen, wil hij jou de wensen van je hart geven. Als je met hem wil wandelen. Ik weet dat ik een keer een zanger zag, ik was niet getrouwd. En ik ken zijn naam ook nog, Archer heette hij. Was in de 80er jaren. Hoeveel hebben we van Archer gehoord? Ja. Ja, nou ja, sommige wie zijn na 80 geboren zelfs, denk ik. En die man had zo'n verrekte mooie vrouw. Ik weet wat ze aan had. Gewoon een mooie broek, een blouse. En ik zat naar haar te kijken. Ik denk, Heer, als u hem... Waarom lach je nou? Ik ga graag de uitdaging aan, hoor. Ik zeg, Heer, als u hem... Ik heb zo'n vrouw niet begeerd, ik wil zo'n vrouw niet hebben. Maar ik zag dat het een mooie vrouw was. Ik zeg, Heer, als u hem zo'n mooie vrouw kan geven, verwacht ik precies zo een van u. Ik heb het gehad. Wat wil ik? En toen ik dat vroeg, was onmogelijk. Ik zat naar die vrouw te kijken. Ik denk, kijk wat die man heeft, zeg. Jongen, dan kan God het aan mij ook geven. Je moet durven, als je met hem wandelt, dingen aan hem te vragen. Je hebt het recht om te zeggen, Heer, als je apostel Holder zo gebruikt, wil u mij ook gebruiken. Heel vaak kan God geen dingen bij ons doen, omdat we hem beperken. Je moet hem niet beperken. Beperk hem niet. Je weet niet wat hij in jouw leven nog wil doen. Mensen die God geloofd hebben, hebben op het water gelopen. Hebben leeuwen verscheurd. Hebben reuzen naar beneden gehaald. Hebben heel wat vijanden verslagen. Mensen die God geloofd hebben zijn gaan vissen. En hebben geld voor hun belasting. Hebben de fiscus kunnen betalen nadat ze gevist hebben. Al die dingen staan in de Bijbel. Mensen die God geloofd hebben zijn door de lucht gevlogen.
laat hem de ruimte. Ik zeg, laat hem de ruimte. Wees op en zeg, doe wat u wilt doen in mijn leven. Ik sta niet raar te kijken als ik een keertje in één keer in een of ander vreemd land sta met heel wat mensen. En dat de Heer zegt, preek tegen ze. En dat als ik klaar ben, ik weer terugkom. Die dingen gaan gebeuren. Filippus heeft het gehad, toch? Hij heeft gepreekt en de geest haalt hem weg. Laat God God zijn. Laat God God zijn. Geef hem een break, geef hem een kans. Nou, Psalm 37, vers 4 zegt, Bimer, heb je geen leeuw gevonden, zeker. Ze denken, hij zit vergeten. Ik heb hem een leeuw gevraagd. Oké, nou, ik wil je laten zien dat er een route is om de wensen van je hart te krijgen. David praat uit ervaring. In Psalm 37 staat, verlustig je in de Heer, dan zal Hij je geven de wensen van je hart. Staat het er? Er staat het toch? En weet je wie dit zegt? David. En God heeft David de wensen van zijn hart gegeven. Maar let op, er staat niet gewoon, de Heer geeft je de wensen van je hart. Dat staat er niet. Er staat, verlustig je in de Heer, dan. Dus hier zijn twee dingen gekoppeld. Om de wensen van je hart te krijgen, moet je de route volgen van je te leren verlustigen in de Heer. Dat is een mooi, hè? Als je de wensen van je hart wilt krijgen, moet je niet allerlei gekke dingen lopen doen en boos zijn de hele tijd en noem maar op. Nee, je moet leren je in God te verlustigen. Je moet leren met blijdschap God te dienen. Ik had wat meer aan mensen verwacht. Je moet leren met blijdschap God te dienen. En je kan God alleen maar met blijdschap dienen als je het offer van Christus gaat waarderen. Je moet gaan zien dat het offer wat Hij voor jou gebracht heeft, alles is wat Hij je kon geven. Hoor je dit vanavond? Het offer wat Hij gebracht heeft, daarmee heeft Hij je alles gegeven. En dat is wat Paulus zegt, hoe zal hij, die zijn zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken, leer het offer te waarderen. Leer dankbaar te zijn met wat Jezus voor je gedaan heeft, en begrijp dat hij, doordat hij dat gedaan heeft, hij je eigenlijk alles gegeven heeft. Weet je dat de Bijbel zegt dat de wereld van jou is? Weet je dat dat er ook staat? Je bent van Christus, de wereld is van Christus, is ook van jou. Dus het is, hoe kijk je naar die dingen? Verlustig je in de Heer, dan zal hij je geven de wensen van je hart. Er staat niet gewoon, God geef je de wensen van je hart. Nee, er is een route om te gaan en dat is je in God verlustigen. Nou, wat houdt dat in, je in God verlustigen? Je in God verlustigen betekent gek zijn met zijn woord. Blij zijn met zijn woord. Dankbaar zijn met zijn woord. Je verblijden in wat hij zegt. Want hoe moet ik mijn God verlustigen? Door zijn woorden serieus te nemen. Door zijn woorden tot mijn levenskracht te maken. En weet je wie dit wist? Mozes. Hij zegt tegen het Hebreeuwse volk in Deuteronomium 32, vers 47. Dit woord is je leven. Dit woord is je leven, zegt hij in Deuteronomium 32, vers 47, tegen het volk. Hij zegt, en door dit woord zal je het land in bezit nemen. Door dit woord zal jij je wensen krijgen. Kijk, het staat er toch? Het staat zelfs sterker dan dat ik het zeg. Want dit is voor jou geen ledig woord, maar dit is je leven. Dus het woord moet je leven zijn. Niet je auto. Het woord. Dit woord is je leven. Daarom zegt Jezus ook,
Ik leef bij het woord van God. Wat heeft Jezus ons verteld? Hij zegt, de mens zal niet alleen van brood leven, maar van alle woord wat uit de mond van God komt. Dus de middelaar van het oude verbond en de middelaar van het nieuwe verbond zeggen beiden hetzelfde. Mozes zegt hier, dit woord is je leven. Door dit woord zul je lang wonen in het land dat je na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen. Je gaat een land in bezit nemen en je zal lang leven in het land door dit woord. Door dit woord. Door dit woord, daar ben ik ook mee begonnen. We hebben het woord van God. Door dit woord. Door dit woord. Door dit woord. Nou, als ik zeg, door deze sleutel kan je 10 miljoen halen, dan weet ik wel wat je met die sleutel doet. Waar is die plek, zeg je? En als ik je die plek wijs, ga je die sleutel gebruiken. Als we 10 miljoen horen, zijn we gelijk wakker. Hè? Zijn die 10 miljoen? Maar God praat over meer dan 10 miljoen. Hè? Hij zegt, dit is je leven. En door dit woord zul je erfenis in bezit nemen. In bezit nemen. Door dit woord. Door dit woord nummer 1 te plaatsen in je leven. Door dit woord serieus te nemen. Door volhardend met het woord aan de haal te gaan. Door volhardend te mediteren over het woord. Door volhardend het woord uit te spreken. Oehoe. Niet drie dagen. Want het woord drie dagen uitspreken, dat kan iedereen. Maar dit moet je levensstijl worden. Dat je het woord hebt en je houdt vast aan het woord. Want je bent overtuigd dat God over zijn woord waakt. En je weet, het moet gebeuren. Het woord van een rechter heeft kracht, hè? Als een rechter zegt, je gaat de gevangenis in, geloof me, je gaat de gevangenis in. Het woord van je baas heeft ook kracht. Als je baas zegt, ik ontsla je, eigenlijk, normaal gesproken, kom je er niet onderuit. Om het een beetje zwart-wit neer te zetten. Het woord van je baas heeft power. Het woord van onze minister-president heeft power. Woorden van leiders hebben power. Ja. De beurs die kan heel hoog zijn. Door woorden van sommige regeringsleiders zie je die beurs in één keer duikelen. Ja. Woorden van mensen met invloed hebben power. En de hele wereld houdt rekening ermee. Maar we praten nu over het woord van God. Ik zeg, we praten over het woord van God. Wauw! En zo, hij zegt, door dit woord zul je lang leven en zul je het land in bezit nemen dat de Heere jou gegeven heeft. Door dit woord. En daarom is Psalm 37 nu te begrijpen, want hij zegt, verlustig je in de Heer, verlustig je in het woord van God, maak het tot je leven, ook als je niet gelijk wat je wil zien, laat het woord de leiding hebben. Laat de Heilige Geest de leiding hebben in je leven. Je in God verlustigen betekent je vriendschap met de Heilige Geest. Je in God verlustigen betekent je bent blij met de Heilige Geest. Je verlustig je. Je bent blij en dankbaar. Het is je lust en je leven. In het woord verlustigen zit het woord lust. Het is mijn lust en mijn leven. Wauw. Weet je wat het ook inhoudt? Het bezoeken van samenkomsten moet een vreugde voor je zijn. Oeh, heb je ooit zo ernaar gekeken? Want dat is het woord van God. En het woord zegt, bezoek de samenkomsten. Dus dan ga je niet, nou het is dat ik moet gaan. Nou ja goed, als ik niet ga zal Marietje me toch vragen waar ik was. Oh. Ja. Hebben ze het? Hey.
kijk hier, man. Kijk hier. Hier heeft Daniel in de leeuwenkuil mee geslapen. Oké, daar is hij. Wauw. Het is wat. En weet je wat? God noemt jou ook dit, hè? God zegt, kijk naar die ogen. Voor niemand bang. He? Kijk naar die poten, zeg. Jongen, jongen. Weet je dat God jou ook ziet als een krachtig kind van hem? Maar goed, oké. Verlustig je in de Heer betekent ook, ik ga graag naar de... Hoeveel komen graag naar de samenkomsten? Dus je bent je aan het verlustigen in God. Dus het is een methode om de wensen van je hart te krijgen. Je in God verlustigen is dus niet... ik heb totaal geen zin om naar de kerk te gaan. Maar ja, ik moet bas spelen. Ik moet gitaar spelen. Ik moet buffet doen. Ja, het is toch beter als thuis te zitten. Nee. Het is dank God dat ik kan gaan. Ik ben samen met de Heer en met zijn volk daar. We gaan het woord van God horen. Dat is je in God verlustigen. Weet je wat in God verlustigen ook is? Je offer met vreugde geven. Weet je wat ik gezien heb bij ons christenen? We klappen voor heel wat dingen, behalve als er gezegd wordt, laten we ons offer geven. In één keer, serenity. In één keer, een soort serene stilte. Maar ik weet dat er Afrikaanse kerken zijn, als ze het offer gaan geven, man, ze springen, ze dansen, ze doen. Ik wil niet zeggen dat je altijd moet springen en dansen en doen, maar van binnen moet je blij zijn dat je mag offeren in het werk van God, dat je mag zaaien in zijn koninkrijk en dat je weet dat de Heer zal voorzien voor jou. Als je ik wist een verkeerd voorbeeld om te geven, maar iemand die een loterij gekocht heeft en weet dat hij wint, is al blij voordat hij het geld heeft. Hè? Hij is blij. Ik weet dat ik gewonnen heb. Ik heb dat en dat. Ik heb gewonnen. Ik ben blij. Nou, eigenlijk, we hebben geen lot, we hebben zekerheid. Dat als je offert, God voor je zal zorgen. Dus eigenlijk moet je... Waarom zijn we zo traag? Je zou moeten rondlopen en zeggen, wie ik? Ik kom nooit wat tekort. Want ik offer met vreugde en blijdschap en God zorgt voor mij. Ja. 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 Als mijn vrouw en ik vakantiegeld krijgen, geven we daar ook een tiende van aan de Heer. Maar dat doen wij. Je hoeft het niet te doen. Dat doen wij. Wij vinden het normaal om te doen. Dat geeft alleen maar zekerheid voor een prachtige vakantie. Het is net je geloof. Nou, ik zie dat jullie nadenken, dat is goed. Zie je? En je moet leren God met vreugde te dienen. Als je wat in de kerk mag doen, moet je het met vreugde doen. Gebruik je talenten. Je in God verlustigen is ook in de kerk iets doen wat ze je vragen om te doen. En wat het ook is, het is een vreugde. En dan doe je het niet met, ja kijk, ik mag dit doen. Kijk, die anderen staan op het platform. Dat zijn de Rajas. Ik mag dit doen en zij kijken wat ze... Nee, je bent blij met wat je mag doen. Hallo? Je bent blij met wat je mag doen. Want je dient hem. Wat denk je dat hem verlustigen... Dat je God verlustigen anders is dan? Weet je, met een doopdienst hier is hard werk hoor. Met een doopdienst is hard werk. Als je weet hoeveel werk er verzet wordt voordat we een doopdienst hebben. Maar weet je wat ik zo leuk vind? Ze doen het met vreugde. Met blijdschap. Als ik hier binnenloop en de schoonmakers zijn aan het schoonmaken. Van allemaal als ik ze zeg hartelijk dank. Nee broer, het is fijn om het te doen, apostel. Ik denk die mensen hebben iets begrepen. Met vreugde de Heer dienen is ook kinderkerkwerk doen terwijl het niet je kopje thee is. Ik wist dat ik geen amen zou krijgen hierop. Ik had er niet op gerekend hoor. Met vreugde de Heer dienen is ook dingen doen die niet je kopje thee zijn. Weet je dat aan je buurman en je buurvrouw zeggen? Ja. Ja.
Hoeveel weten dat Jezus met vreugde de wil van God gedaan heeft? En hoeveel weten dat hij gediend heeft? Hoeveel weten dat hij dingen gedaan heeft die niet leuk waren? Maar hij heeft het toch gedaan om jou en mij te helpen. We praten over je te verlustigen in God vanavond, mensen. Ik hoop dat je luistert. Ja, ik doe het met vreugde voor de Heer. Ja, ik heb meer gezegd. Als zou de Levende Steen Ministries me geen euro geven, ik zou toch preken. Ja, omdat het een voorrecht is om God te dienen. En nu ik toch praat, laat ik je dit zeggen. Als jij te veel loopt te mopperen over iets wat God je gegeven heeft om te doen, kan die het weghalen en aan een ander geven. Ik zie die voorbeelden in de Bijbel, echt. Ja, je moet uitkijken om niet te gauw je mond verkeerd te gebruiken. Dan moet ik het weer doen. Ik zit weer bij de receptie, ik doe weer dit. Ik mag weer schoonmaken. Nee, wees blij met wat je mag doen. Er zijn velen die niks kunnen doen vanwege ziekte en noem maar op. Er was een vrouw die stond te strijken. En hoeveel weten dat strijken leuk is? Nou, ik vind strijken niet zo verkeerd hoor. Mevrouw heeft het me geleerd. Ik vind het best wel leuk eigenlijk dat over hem. In het begin ik zat te kijken. Ik denk, hoe doet ze het? Maar het is best leuk. Maar goed, strijken is niet altijd je kopje thee. En deze vrouw stond te strijken. Al die hemden van haar man. En ze mopperde. En toen kreeg ze de gedachte. Wat als hij dood zou zijn? Dan hoef je niet meer te strijken. Als hij dood is, hoef je niet meer te strijken. Maar dan word je blij in één keer dat je hem hebt. Ja. Ja, ik wil niet winkelen met mevrouw. Winkelen is niks van mij. Ook dat is je verblijden in de Heer. Ga met die vrouw winkelen, doe niet zo moeilijk. Wees blij dat je een vrouw hebt. Ja, maar Holder, ik sta daar te staan de hele tijd. Wees blij dat je kan staan, man. Ik vind het leuk, ik was een keer aan het winkelen in hoe heet dat ding daar in Den Haag? Dat winkelcentrum daar, hoe heet het nou? Vlakbij Den Haag. Hoe? Nou ja, doet er niet toe. Het is in Rijswijk is het. Juist, de Bouwgaard. Hoe weten jullie dat? Gaan jullie erheen? En ik sta daar te winkelen met mijn vrouw. En aan de andere kant zie ik een man staan met zijn paraplu. En hij keek me aan en ik keek hem aan. Nog zonder woorden wisten wat er aan de hand was. Maar het is dank God dat je met je vrouw mag winkelen. In plaats van, nee, dat is niet mijn ding. Ik bedoel, je moet leren met vreugde dingen te doen, want ook dat is je God verlustigen. Nou, ik dacht dat alle vrouwen, alle mannen amen zouden zeggen. Nou, oké. Wat is je in God verlustigen? Het is met vreugde mensen helpen. Ja. En kennelijk leidt dit gedrag tot CC. Constant counsel. Want de wensen van je hart, wat gaat er gebeuren? Nou, want ik heb alles gezegd om je dit te vertellen. Wat gaat er gebeuren als je deze houding hebt? Dan brengt God jouw hartsverlangens in lijn met zijn plan. Ah, jullie horen me niet. Als je dit leven hebt, gaat er iets in je hart gebeuren, waardoor je verlangens gaat krijgen die van God zijn. Daarom kan die zeggen, verlustig je in mij, dan geef ik je de wensen van je hart. Want je kan wel gaan zeggen, Heer, geef me een vliegtuig. Ik weet niet of je dat krijgt. Maar als je in lijn met hem wandelt en een vliegtuig is nodig, krijg je geloof voor een vliegtuig. Of wat anders. Ik hoop dat je begrijpt dat wat ik hier zeg, zorgt ervoor dat je rema van God krijgt. Want het is een diepe tekst, hè? Verlustig je in de Heer. Hij zal je geven de wensen van je hart. Je in God verlustigen maakt dat je rema gaat krijgen. Je in God verlustigen maakt dat de Heilige Geest gaat praten tot je. Mensen, luister toch vanavond. We zoeken rema. Dit is de weg naar rema.
Dit is de weg naar Rema. Je in God verlustigen. Want dan open je je voor de geest van God. Hij gaat tot je praten. Er gaan verlangens in je komen die van God zijn. Je mag erop rekenen, toch? Want dit is niet zomaar een domme tekst. Verlustig je en ik geef je de wensen van je hart. Alsof God je alle wensen zal geven. Hij wil je alles geven. Maar hij wil ook zijn wil bekendmaken in je leven. Wauw. Oké, ga je nog 2 teksten geven en dan stoppen wij. Hoeveel hier willen zich in God verlustigen? Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Ja. Verlustig je in de Heer. Mopper niet te veel op je vrouw. Broeders, je hoeft geen amen te zeggen. Mopper niet te gauw op je man. Mopper niet te gauw. Wees dankbaar. Mopper niet zo gauw op je regioleiders. Oeh. Oké, Psalm 25, vers 14, ik ga het afronden. Ik voel dat ik iets hier zeg wat ons kan helpen, man. Verlustig je in de Heer. Hij zal je geven de wensen van je hart. Ook als het niet gelijk gebeurt, blijf toch met vreugde dienen. Dien de Heer met vreugde. Psalm 100, dien de Heer met vreugde. Ja. Het is 1-op-1. Het gaat je niks aan wat de andere doet. Jij moet God willen dienen. Ik herhaal. Het moet je niks uitmaken wat de andere doet. Als een vriendin je naar de kerk gebracht heeft en zij gaat niet meer, dan blijf jij nog gaan. Want je dient niet de vriendin, je dient de Heer. Ja, en ik heb mensen gezien die anderen naar de kerk gebracht hebben. En in één keer kwamen ze niet meer, maar die ze gebracht hadden, bleef doorgaan. En die zijn een grote zegen geworden. Als een hele goede vriendin van jou een kerk verlaat, is het niet Gods patroon dat je ook die kerk verlaat. Jij moet de wil van God kennen voor je leven. Ik ga het herhalen. Ja, maar ik ga niet meer, want ja, Lies en ik gingen altijd samen, maar Lies gaat niet meer. Ging je voor Lies of ging je voor Jezus? Ja. Ja. Je gaat voor de Heer, toch? Ja. Je gaat voor de Heer. En als je dat niet doet, respecteer je God niet, maar respecteer je Lies. Wat een leuke preek vanavond, zeg. Jongen. Psalm 25, vers 14. Wat staat er? Hey, dien de Heer met vreugde. Kom voor zijn aangezicht met gejubel. Oké, Psalm 25, vers 14. Wat een mooie boodschap hier vanavond. Hè. Dit maakt dat je blij wordt. Hoeveel zijn blij dat je 's morgens wakker wordt? Tuurlijk, man. Wees blij dat je wakker bent geworden. Dank God voor een nieuwe dag. Dank God dat je kan praten. Dank God dat je kan lachen. Dank God voor de dingen die je kan doen. Oh, maandag is weer zo'n rotdag. Nee, maandag is een mooie dag. Maandag is beter dan zondag. Nou, nee. Kunnen we het luid oplezen? De vertrouwelijke omgang van de Heer is met wie hem? Vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Dus hij gaat zich aan je openbaren. En hier een vertrouwelijke omgang. Luister, mijn vrouw en ik hebben een omgang die ik niet met andere mensen heb. Het is een vertrouwelijke omgang. Ze kent mijn hart aan alle kanten. Ik ken haar hart aan alle kanten. Het is vertrouwelijk. En God wil vertrouwelijk met je omgaan. De vertrouwelijke omgang. Een andere vertaling zegt de vriendschap met de Heer, hè, is met wie hem vreest. Dit is niet bang zijn voor God. Dit is God respecteren. Dit is een dankbaar hart hebben. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Met andere woorden, God gaat dingen aan je bekend maken. God gaat tot je als hij zijn verbond aan je bekend maakt, betekent dat hij gaat tot je praten. Wauw! Woe! God wil vertrouwelijk met ons omgaan. En nu eindig ik met Psalm 16, vers 8. Laat ons dat pakken, Psalm 16, vers 8. Wauw. En wat staat er? Lees het luid op als je wil. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen,
Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Zie je wat er gaat gebeuren? Hoeveel zien dat het de moeite waard is om je Heer te verlustigen? Dit is je Heer verlustigen. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen. Dat, ik verlustig me in hem, zegt David. Is een psalm van David. Psalm 25 ook. En psalm 37 ook. David had wat geleerd. En kijk naar zijn leven. Weet je hoe God hem noemt? Nieuw Testamentisch. Een man naar mijn hart. Hij was niet volmaakt, maar hij was een man naar Gods hart. Hoeveel willen een man en een vrouw naar Gods hart zijn? Geef de Heer glorie, alsjeblieft. Wauw. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze boodschap. We vertrouwen dat het je heeft geïnspireerd om in constant contact met de Heilige Geest te leven en om te wandelen in de volle blessing. Voor meer info over onze ministry kun je gaan naar lsm.nl of ga naar lsm.nl/locaties en vind een van onze campussen. Tot de volgende keer!